Om 16:30 begon de laatste finale match van dit bekerweekend. De seniorensdames van Sparta Laarne en Osiris Aalst spelen om hun beker van Vlaanderen voor een volle tribune. De eerste 10 minuten van de match was een echte nek-aan-nek race. Beide ploegen gaven elkaar geen duimbreed toe. De stoop twijfelt niet. Die kan dat, weten we. De score was dan ook gelijk 14-14. De tweede kwartier was een kopie van het eerste. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht. Er werd gerust bij een 32-32 stand. Een ander wedstrijd beeld bij de start van het derde kwartier. Laarne nam de bovenhand en sloeg een eerste kloof. Ze hebben er zin in bij Laarne. De intensiteit en defense ging omhoog en de dames van coach Schepens slopen stilaan weg. In dit kwartier bedroeg de score 17-5. Aalst herpakte zich in de laatste 10 minuten van de match. Maar dat valt binnen, dat hoekshot. Mooie score hoor. Heel mooie score. Laarne voelde de hete adem van Osiris in de nek. En met minder dan 2 minuten te spelen bedroeg de score 59-58 in het voordeel van Laarne. Het einde van de match was super spannend. Toen Putman een 3-point play lukte, leek de zege voor Laarne veilig gesteld. Maar met minder dan 20 seconden op de klok scoorde Aalst nog een ultieme 3-punter, waardoor er nog maar een verschil van 1 punt op het bord stond. 64-63. De speelsters van Laarne bleven cool en bezegelden uiteindelijk het lot van Aalst van op de vrijworplijn. 68-63. Pieces. Maar het is te laat natuurlijk. 5 punten is het verschil. Dat kan je niet meer goed maken. Game over. We zijn er goed aan begonnen. Het derde kwart wel uit handen gegeven. En dan moesten we terugkomen. En ja, dan wel verkeerde beslissingen van de ref volgens ons. En dat is dan eindresultaat. We hadden kunnen winnen. Niet slecht, maar ja, al die gemiste vrijworpen, dat is toch pijnlijk. Anders had de wedstrijdverloop misschien wat anders kunnen zijn. Maar we zijn heel blij dat we gewonnen hebben. Yeah!